zitten hier met Geert van der Velde, zanger van The Black Atlantic. Zou je eens kunnen vertellen wat voor muziek jullie precies maken? Goh, ja, dat vind ik altijd een beetje moeilijk te omschrijven, maar misschien is de beste omschrijving wel gewoon akoestische muziek. Dus en vaak wordt het ook wel, mensen worden het ook wel kamerpop genoemd. Omdat we treden dus ook vanavond op in een huiskamer. Yeah. Dus ja, akoestische kamerpop, zoiets. Ja, want ik zag dat jullie inmiddels een label hebben en flink wat getoerd de afgelopen 2 jaar en dan komt er een grote tour aan. Hoezo spelen jullie eigenlijk nog in een huiskamer? Dat is de meest directe en meest intieme manier om onze muziek aan mensen te presenteren. En ik denk ook, je kan of voor 20 mensen in een kroeg staan spelen, of misschien meer, 100 man in een kroeg, waarvan 1/3 misschien aandacht besteedt aan wat je doet. En de rest keihard eroverheen staat te praten en staat te pieren bij een poppodium. Of je kan voor, zoals vanavond, ongeveer 20, 25 luisterende mensen spelen. En heel direct contact maken en precies laten zien wat je doet. Althans, voor onze muziek is dat denk ik vrij een goede context om je muziek in te presenteren. Dus daarom spelen we dat. Je hebt al 2 jaar lang in het buitenland zelfs getoerd en zo. Ja. Hoe zijn jullie als beginnende band al meteen zoveel gaan spelen en hebben jullie die tours geregeld? Nou, ik heb jarenlang in een punk hardcore band gespeeld. Een hele andere muziek. Dan is het heel makkelijk om over het geroezemoes van het publiek heen te spelen. Maar nou ja, daar heb ik een bepaald netwerk aan overgehouden. En ik weet niet echt of dat nou heel erg compatible is met wat we nu doen. Maar dus daar waren gewoon wel mensen meteen geïnteresseerd in wat ik deed. Dus het heeft wel een beetje geholpen dat ik zeg maar in ieder geval op veel verschillende plekken mensen kende. En het andere is gewoon heel veel mensen schrijven. Gewoon zeggen, hallo, dit is onze muziek. Wie weet kun je ons helpen om een show op te zetten. En heel veel mensen reageerden dan positief. En dan speelden we soms ook gewoon van habbekrats. En dan maakt het ons ook niet uit dat we er geen geld mee verdienden. Maar we konden wel spelen. Nou ja, als je dat 8 keer achter elkaar doet en je zet door, dan op een gegeven moment dan speel je ergens in dezelfde stad waar je 5 keer dit mee geweest. En dan zijn er 50 of 100 man. En ja, zo gaat dat. Straks zag ik alweer 2 maanden, volgens mij tot eind oktober bijna of zijn. Ja. Ja, werken jullie hiernaast of is dit gewoon jullie echt nu jullie leven geworden? De komende 2 maanden wel. Ja. Ja, dan de enige die nog wel werkt is onze pianist / drummer, Stef. Die kan het op een of andere manier nog een beetje combineren, een paar weken lang. Maar die is ook een aantal maanden straks gewoon met ons mee. Okay. Dus dan zijn we allemaal alleen maar muziek aan het maken, eventjes. Ja, want jullie hebben ook laatst 2, of volgens mij is het vorig jaar, ook 2 weken lang alleen maar muziek gemaakt in een hutje. Het project In a Cabin With, kun je iets over vertellen? Nou In a Cabin With is een internationaal opnameproject uit Utrecht, Nederland. En dat wordt gerund door Maarten Besseling, die heeft een studio in Utrecht, maar die neemt eigenlijk geloof ik nu voornamelijk alleen nog maar in het buitenland op met allerlei artiesten en bands. En wij hadden hun in 2008, had ik Maarten geschreven en gezegd, hoi, ik heb een project, heet Black Atlantic. Ik zou heel graag een album met je op willen nemen, lijkt me heel leuk. En dan was eigenlijk meteen enthousiast. En toen hebben we datum geprikt en ik had tegen hem gezegd, ik wil het heel graag opnemen in de Adirondack Mountains van New York. Dat is een berggebied, dat is het oudste natuurreservaat van de Verenigde Staten. En ook het grootste, het is echt veel groter dan elk ander gebied. En, mijn schoonfamilie, ik ben getrouwd met een Amerikaanse, die heeft daar een blokhut. En daar heb ik al een aantal zomers doorgebracht. En de eerste keer dat ik het zag, dat is een van de eerste dingen die ik tegen mijn nu vrouw zei van, god, lijkt me wel heel tof om daar een keer naartoe te gaan en daar iets op te nemen. Dus, om een lang verhaal kort te maken, dat hebben we gewoon gedaan. En mijn schoonvader die zei, nou is goed, je mag er 2 weken in en doe je ding. I love you for you. Jullie hebben dan dus net een platendeal bij BP Pack Up The Truck. Hoe ziet de toekomst nu voor de Black Atlantic eruit? Nou, voorlopig de eerstkomende 2 maanden toeren dus. Het album staat net een week online. En BP is een label dat hun catalogus online gratis beschikbaar stelt.
Dus, en dat doet In A Cabin With ook. Dus dat was ook wat dat betreft heel compatible met elkaar, want In A Cabin With fungeert ook een beetje als een soort label. Ja. Dus die twee hebben samen afgesproken van nou, dan gaan we samen promotie doen voor dit album. Mm-hmm. En dat is dan het debuutalbum van The Black Atlantic in dit geval. En nou ja, die plaat staat dus nu online. Die is gratis downloadable via allerlei verschillende websites. Onder andere theblackatlantic.com. En is nu denk ik in de eerste week, vooral dankzij de deal die Beep heeft met de torrent website Mininova, is die 25.000 keer ongeveer gedownload. Okay. Maar dan begrijp ik dan dat er financieel helemaal niks voor jullie in zit eigenlijk. Omdat iedereen het gratis kan krijgen. Is het eigenlijk dus een puur promotiemiddel? Nou, je krijgt krijgen we geen opbrengsten van die downloads die gratis zijn. Maar indirect merken we wel bijvoorbeeld dat we hebben met het vrijgeven van de plaat ook, we bieden ook nog steeds fysieke producten aan. Mm-hmm. We hebben ook een aantal gelimiteerde edities van dingen en zo. Er komt straks een vinylversie van het album ook uit. En we hebben een handgemaakte versie gemaakt van de plaat die in een gelimiteerde oplage ook bestaat. En er komt dan straks dus de digipack vorm, dus de cd-vorm in een mooi pakketje. Nou, en die verschillende dingen die bieden we aan. Dus mensen kunnen daar ook al een pre-order voor plaatsen. Het idee is meer zeg maar van beluister het. En als je het echt heel mooi vindt, geef ons dan het geld er maar voor. Ja. En dat heel veel mensen die schrijven ons ook en die zeggen dat ze het te gek vinden. En die hebben ook al een bestelling geplaatst. We hebben echt uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Australië zelfs. Echt overal hebben we al pre-orders voor het album al gehad. Okay. Dus op die manier. En het is heel veel exposure. Vooral als je zo op zo'n manier, zo'n grote website die zoveel unieke bezoekers heeft. Als je daar op komt te staan, en zoals wij stonden op de voorpagina, hebben we wekenlang die aandacht mogen hebben. Dat is heel tof, want we hebben echt overal ter wereld schrijven mensen ons nu, die vinden dat heel leuk. Dus op die manier krijg je terugbetaald, want ik denk dat we er op de lange termijn misschien veel meer aan hebben gehad dan dat het album weer zeg maar via iTunes, dat je er €10 of zo voor moet betalen en dat je... Dat is meteen een barrière voor je muziek. En ik wil dat niet. Ik wou echt van meteen vanaf het begin van, ik wou dat iedereen erbij kon en dat kon beluisteren. En dan zien we wel verder. Ja. Misschien dat we het voor een volgend album wel weer hetzelfde doen. Of misschien dat we besluiten, nou hebben we een groot genoeg fanbase. Nou kunnen we er misschien ook meteen geld voor vragen. Maar eigenlijk ben ik wel heel erg gecharmeerd van dit idee. En ik vind het ook wel fair of zo. Ik vind het wel oké als we gewoon geld kunnen verdienen met optredens doen en merchandise verkopen en dat soort dingen. Yeah.